Honigcomplex gaat verdwijnen. De culturele hotspot die er sinds 2013 is opgebouwd, had al vanaf het begin af aan een houdbaarheidsdatum. 31 december 2021. Daarna gaat de voormalige soepfabriek tegen de vlakte. Voor onder meer Kim en Simone van Expo Bart betekent dit een einde aan 8 mooie jaren waarin een waar begrip is opgebouwd. Vanaf dag 1 wisten ze al dat er een einddatum aan het project zou zitten, maar ze laten de herinnering niet zomaar verloren gaan. Ze brachten een boek uit over hun ervaringen. Tenminste houdbaar tot van soep tot hotspot. Zo wordt de tijdelijkheid toch een beetje vereeuwigd. It's hard to say goodbye, oh, I tried couple mil. Welke gedeeltes van die 8 jaar komen er allemaal naar voren? Wat voor gebeurtenissen staan erin? Nou, eigenlijk vanaf het begin tot nu. Dus een van de eerste evenementjes die hier georganiseerd werden was het zomerkwartier. Op deze plek was dat ook. Met barbecues en feestjes en muziekoptredens, van alles. Ook filmavondjes, geloof ik. Dat was voor heel veel mensen wel een kennismaking met dit terrein, het hele honigcomplex. Het is echt een dorpje geworden eigenlijk, hè, in de tussentijd, in die 8 jaar, wat hier ontstaan is. Want die kwartiermaker die heeft een aantal bedrijven hier samengezet, geselecteerd en nog niet wetende wat hier zou ontstaan. Dus je zei al van soep tot hotspot. Toen wij met Expo Bart hier bijvoorbeeld inkwamen, was het echt nog een grijze, kale bedoeling. Een behoorlijk gewaagde stap om hierheen te gaan. En je kan niet van tevoren zeggen, dit moet de hotspot worden. Zoiets moet ontstaan natuurlijk. Hoe zijn de reacties eigenlijk erop dat het hier nu weggaat? Heel erg teleurstellend. Heel veel mensen die zeggen eigenlijk, oh wat zonde, en het gaat altijd zo dat kunst en cultuur een plek hotspot maken. En dan komt er weer commerciële woningbouw en dan moet alles plat. Dat hoor je mensen heel vaak zeggen. En in wezen is het natuurlijk ook heel erg jammer, maar wij zien het eigenlijk andersom. Want we hebben hier gewoon 8 jaar lang hele leuke dingen kunnen doen. En juist omdat het een soort van vrijplaats was. Je hoeft er nooit een vergunning aan te vragen als je iets op het plein deed of zo. Of we waren hier baas op eigen terrein, zeg maar. En het is ook leuk om dan nu weer, iedereen gaat weer op een andere plek. Veel mensen, veel bedrijven gaan op de Nijma met hun bedrijf zitten. Er zijn ook bedrijven die hier over 3 jaar weer terugkomen, waaronder wij. Dus krijgt weer nieuwe energie, zeg maar. Heb je ook een favoriete moment? Iets wat je altijd hier is bijgebleven? Nou, wat wel heel tof was, dat we toen we hier net denk ik een jaar zaten, hebben we de Biennale Gelderland georganiseerd. Dat was wel een heel mooi moment. We hebben ook een aantal keer de Kunstnacht hier georganiseerd. Dat was echt hier op het Honigcomplex een festivaletje op zich geworden eigenlijk, waar je de hele avond wel kon verblijven. Dus waar ook veel partijen hier op de Honig gaan meededen. Er zijn ook veel, dat lees je ook wel in het boek terug, veel vriendschappen ontstaan. Dus naast de zakelijke samenwerkingen toch ook al veel relaties voor het leven gesloten, denk ik. Ja. Veel banden gesmeden. Ja, zeker. Ja. Deze muur hier, eigenlijk ook al een beetje de eyecatcher als je vanaf het Nijmaterrein hierheen komt, die blijft. Ja. Dit stuk, dit deel, dit is het oude deel van die Oscar Leeuw. Dat wordt gerestaureerd en daar komt een hotel in en een koffiecafeetje. En het is wel leuk, want ze willen in die nieuwbouw of in die restauratie willen ze eigenlijk de sporen van het verleden laten zien. Dus je ziet gaten, zeg maar, waar metselwerk in zit. Dat metselwerk gaan ze er weer uithalen en daar worden dan ramen ingezet. Oké, en daarachter zou je dan misschien in de toekomst lekker kunnen overnachten of een kopje koffie kunnen drinken. Ja. Ja, het is natuurlijk geweldig als je op je hotelbedje wakker wordt en over de Waal kan kijken. Ja, en een stuk geschiedenis natuurlijk. En een stuk geschiedenis, ja. Die geschiedenis zal dus toch nog een klein beetje intact blijven. De gebouwen waarin tot op heden Meesterproef, Stoom en Brebbel waren gevestigd blijven behouden.
De rest zal uitsluitend bewaard blijven als herinnering in het boek, dat verkrijgbaar is bij de lokale boekhandels.